gaan verder met het volgende spel. En dat heet Iets Anders. En daarvoor wil ik graag op de vloer Stefan en Peter. Ja, dat zijn wij. Stefan en Peter. Ja, en Stefan en Peter die gaan een scène spelen. En als ik op de bel druk, dan verandert hun laatste zin in iets anders. En ik heb voor Stefan en Peter een locatie nodig. Waar zijn zij? De bowlingbaan. Bowlingbaan? Snackbar. Snackbar? De snackbar. Oké. Waar mag het zijn? Eén kroket. Eén frikandel. Een kipnugget. Een beetje mayonaise in een bakje. Ja, wat jij wil. Als jij mayonaise in een bakje wil, dan kan je dat krijgen, hè? Ja, ik heb thuis al friet gebakken. Maar de mayo was op, dus ik dacht, kom even hier. Doet me niks, hoor. Thuis friet gebakken, hoe dan? Hé, maar dit pik ik niet. Ik wens niet zo behandeld te worden in een snackbar. Oh, hoe dan? Weet je wat jij bent? Nee. De slechtste snackbar in de omgeving. De slechtste patatbakker van Limburg. De moeilijkste persoon als mens. Het is waar. Ik kamp al jaren met depressies. Raak ik je nu op de verkeerde snaar? Nee. Het is wel fijn dat dat nu eindelijk uit in die open is, zo gezegd. Sprak je nou Engels? Ja, dat is... Was dat Turks? Ik ben half doof. Heb je een tia? Ik pak mijn bakje en ik ga denk ik naar huis. Ja, zeg, hé, nou hebben we dat hele onderwerp opengebroken en het eerste wat je doet is er weer vandoor gaan, hè? De friet wordt koud.